Daar zijn we weer. We gaan weer een lekkere mukbang voor jullie. Yes. Ik ging vanochtend mijn kleren aantrekken. En toen ging ik zeg maar testen hoe het zou staan als ik ging zitten. Dus ik stond zeg maar, weet het zo voor de spiegel. En Pies op de bank, die begint opeens keihard te lachen. Wat doe jij? Ik dacht echt, wat de fuck doe jij? Ja, dus dat. We hebben vandaag weer McDonald's en het is weer niet gesponsord, helaas. Vertel, wat hebben we allemaal? Jij hebt je veggie kroket. Oh ja, eindelijk kan ik hem proberen. Ja, ik raakte helemaal in paniek, want ik wilde ook opschieten. Maar ik heb dus twee hamburgers. Jij hebt een hamburger. Oh, lekker. En ik denk dat dit alles is wat ik heb, met friet. Oh nee. En jij hebt kipnuggets. Maar... We hebben friet. Dat is veel te weinig. Ja, het is helemaal misgegaan. Voor jou in ieder geval. Maar... ik had geen trek in een Big Mac, dus ik dacht, nou, weet je wat? So be it. Nou, dan doen we lekker de nuggetjes delen en dan die kroket. Ik heb vorige keer trouwens ook die Big Mac niet op. Nee, klopt. Ik had weer een vraagsticker gedaan, maar heel kort. Oh, kreeg je al te veel vragen binnen. Maar die foto was toch leuk? Dan ga ik op mijn feed posten in plaats van... Of moet je het zonde? Ja. Ik vind het echt zonde van de content. Maar ik had wel screenshots gemaakt van... De vragen. Denk ik. God, waar heb ik dat nou niet gedaan? Dan ben ik echt een... Oh ja. Nou, smakelijk schat. Smakelijk mopsie. Ik ga me deze keer echt inhouden. Dat ik naar haar stuurde. Toen ik zat te kijken, ik viel gewoon al het eten aan. Toen zag ik het ook in de comments. Dat was zo... Ja, mensen verbazen zich echt over hoeveel wij kunnen eten. Ja. Ik zag ook een comment van iemand die zei... Oh, het is wel leuk als Monica iets lekker vindt, dat ik het dan ook gelijk pakt en gaat eten. Echt zussen. Ik wil gewoon dan niet die FOMO. Echt, hè. Maar ik kan ook zo begrijpen, als ik zelf een mukbang kijk, heb ik altijd zoveel zin in dat eten. Ik kan me gewoon niet voorstellen hoeveel zin je moet hebben in Finca als je dat hebt gezien. Maar ook, het zag gewoon op de video ook gewoon zo lekker uit. Ik wil zelf ook, ik ga denk vanavond herhalen. Dat is sterkje. Piet heeft gewoon al die vier toetjes op, hè, achter elkaar. Piet is soms zo ziek. Het is zo'n fysieke vreedkick. Nou, hij heeft nu echt weer een buikje gekregen. Dus hij zei gisteren iets. En denk, ja, ik zag het, weer een buikje. Hij zal vandaag alweer 500 kilometer gaan hardlopen. Ja, iemand vroeg wij in ons gewicht sporten en eten stonden. Nou, ik ben daar op dit moment niet zo heel erg mee bezig. Ik ga wel morgen weer sporten trouwens. Echt? Ja. Nou... Gewoon personal training. Bij je neef? Nee, bij op de Goudse. Oh, met die vrouw? Ja. Oh, leuk. Dus dit is een topbegin. Nee, hij moet wel echt weer. En ik heb vandaag, ik heb vanochtend 2 uur gelopen. Want Marley, ik dacht ik ga even een half uurtje lopen. En hij heeft toen 2 uur geslapen in de wagen. Dus ik kon hem wakker maken. En je hebt gewoon in het begin met een baby. Dat je, ik heb soms om 4 uur denk ik, ik heb nog niks gegeten vandaag. Dus, so far. Ik zag dat jij ook weer een beetje in een sportstruggle zat. Klopt, ik ga nu maandag de hele tijd met een op zijn zussen sporten. Best een zware training. En dan probeer ik door de week nog 1 of 2 keer met Rob te gaan. Was in je vroeg, was het nou Steve? Was het nou Steve of niet? Ga je daar niet meer? Ook. Ja, lekker bezig. Ja, maar ik haat het gewoon. Zo erg. Ik ook. Ik heb er nu ook dan... Ik had zondag of zo had ik die PT afgesproken. En dan denk ik, ja, ik ga sporten, ik ga beginnen. Ja. Ik ga lekker voor een killer body. En dan hoe dichterbij het komt, hoe meer ik denk van, gadverdamme. Wat boeit mij nou? Ja. Klopt, maar ik wil gewoon niet een dikke uitgezakte moeke worden. Ja, ik wil het wel. Struggle of my life. Maar echt. Ik ga de veggie microket proberen. Eindelijk. Iedereen zegt dus dat hij echt ziek hetzelfde is als een normale. Ik moet zeggen dat het broodje echt freaking slap is. Het ziet er niet echt smakelijk uit. En hij is ook maar tijdelijk in het assortiment. En? Hij ziet er een beetje... De binnenkant ziet er niet zo lekker uit.
Het lijkt wel minder vol, maar de smaak is wel hetzelfde. Best wel knap. Die komt ook echt door de saus, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Maak van al die vetje dingen, net als filet americain en sausijzenbroodje. Filet americain proef ik het echt wel. Ja? Die gewoon bonenpasta te vreten. Gadver. Heb je weer wimpies opgedaan? Ja. Ik heb weer een unibrow. Ik zag net bij de kapper. Ik ben echt al 3 weken mijn pincet kwijt. Echt? Ja. Laat je het nou doen bij LMA. Ja, ik heb dus morgen nu een afspraak. Eentje die wel doorgaat. Ja. Wie van jullie is het meest zakelijk? Daniek. Ja. Ja, en soms helemaal als ze gezamenlijke dingen hebben of als Mo dingen heeft. En ze die dan vertelt, dan kan het ook wel zijn dat jij iets zo lang hebt laten gaan. Dat ik dan zeg, je moet hier iets mee doen. Hoe bedoel je? Nou, dat jij laat makkelijker zeg maar dingen ook van je afglijden. Als je, laat ik zo zeggen, als jij wordt benadeeld. Oh ja. Dan heb jij al zo'n zoiets van, ja, laat maar. En, ja. Ja. Ik vind dat dan lastiger. Nou, ik heb gewoon altijd als mensen slechte intenties hebben of je toch wel willen naaien. Dan kan ik sowieso zeggen van, nou ja, jij moet leven met het feit dat je mij genaaid hebt. En dat je een kutmens bent. Ja. Ik vind dat moeilijk. Ja, jij bent wel wraakzuchtig. Nou, tenminste gerechtigheidszuchtig. Ja, gerechtigheid, ja. Maar dat wilde ik zeggen, niet alleen voor mezelf, maar ook voor jou. Als, ja. als het om... Ik vind het gewoon niet eerlijk. En ik vind dat, je moet gewoon krijgen wat je verdient, wat de afspraak is. Ja. Punt uit. Dus ja. Klopt. Nou, bijvoorbeeld met personeel ben ik totaal niet zakelijk. Nee? Nee, ik vind dat soort dingen wel moeilijk. Als ik echt, ik kan niet echt heel hard iemand ontslaan of zo. Nee, dat zou ik denk ik wel makkelijker kunnen. Ik kan soms wel hard zijn. Ja, ik kan ook wel hard zijn, maar als je dan, als iemand gaat huilen of zo, dan kan ik niet echt altijd voet bij stuk houden. Nou, ligt eraan. Als je jankt om niks, tranen drogen, dieper de kraam. Dus als je jankt omdat je niet in de metro durft. Waarom? Oh, oh. Ik vind het wel zo gezellig nu we dit doen, dat we elkaar gewoon iedere week even zien. Ja, ik was daar dus, ik was onderweg aan het lopen en toen dacht ik, dit is zo top. Want echt weer als vroeger? Ja, we worden echt weer gewoon gedwongen. Ik dacht dat je ging zeggen, we worden echt weer vriendinnen. Ja, maar hoop voor je dat we dat nog altijd zijn. Op wie vind jij Marley lijken, Monica? Nou, ik vind dus echt, iedereen zegt dat het lookalike Pieter, maar ik zie echt Daan. Ik vind neusje en mond vind ik echt jou. En zeg maar, ja, ik weet ook hoe Pieter eruit ziet, maar ik vind het wel echt, ik vind het zeker een mix van jullie. Maar ik vind hem ook echt wel gewoon overwegend eigenlijk op jou lijken. Heb ik echt al van het begin gezegd. Ja. Echt niet om je te pleasen, want ja, boeien, het is gewoon je kind, maar ja. Dit was mijn mening over Marley's uiterlijk. Maar ik denk ook, een foto, als je zeg maar ons niet in het echt kent en hem niet in het echt hebt gezien en dat je dan foto's en filmpjes ziet, dan is dat misschien ook moeilijker. Want jij kent ook echt al mijn trekjes en zo. Ja. En dat heeft hij ook gewoon echt. Lekker dat dit gewoon zo dan. Ja, en die keltjes heeft hij. Ja. En ook, ik heb best wel van die jukbenen, dat heeft hij ook. Ja, het is echt een mooie fliekschat. Dus ja. Dat ben jij ook. We gaan het wel zien. Ja, uiteindelijk gaat hij gewoon natuurlijk op zichzelf lijken. Ja. Wat hopen voor hem. Kende jij nou die nagelkerkjes van een huis vol met echt 8 kinderen? Nou, maakt ook niet uit, maar dat zijn dus 8 kinderen. En daar zie je ook echt dat die kinderen, de een is een kopie van de moeder, de ander van de vader. Oh ja? Maar ook gewoon zeg maar jongetjes en meisjes door elkaar. Dus het ene meisje lijkt echt op de moeder en het andere echt op de vader. Mm. Maar het is grappig, want normaal heb je
Als je 1 of 2 kinderen, dan zie je wel, oh ja, die lijkt op de moeder of de vader. Maar omdat het dus 8 zijn, dan zie je ook echt dat ze dan ook echt op elkaar lijken. Ja, ik heb dat ook al met Rob en zijn zussen. Zeg maar, Rob lijkt fucking erg op zijn vader. Willemijn lijkt heel erg op hun moeder. En Evelien lijkt heel erg op allebei. Best wel gewoon dezelfde mond als Rob, maar dan ook alweer, ze lijkt toch ook alweer op. Ik vind Willemijn eigenlijk totaal niet op Piet lijken. Maar goed, dus stel dat je er nog 5 had. Willemijn ook Piet lijken. Ja? Allebei onze schoonzus heet Willemijn trouwens. Ik vind dat Willemijn wel Piet lijkt. Ja? Ja. Gewoon Pieter met lang haar. Dat zoals ik vind om te horen. Zo bedoel ik het niet. Maar ja, of het is voor Pieter een... Piet lijkt op een wijfie. Ja, nee hoor. Hoe kijken jullie naar onderwijs, diploma halen, et cetera? Nou, ik denk niet echt dat je daarvoor bij ons aan het goede adres bent. Nou, jij hebt wel je diploma gehaald. Ja, mijn VWO-diploma. Ja, ik heb een VMBO-diploma. Nou, laat ik het zo zeggen. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Heb jij nu met Sarah Lizzie daar echt een sterke mening over? Dat we allebei voor onszelf best wel een soort van... Het gefixt hebben. Ja. Door haar altijd het hard druk om wel naar school te gaan. Omdat je gewoon veel meer kunt bereiken als je ook wel naar school gaat. Vooral als je nog niet weet wat je wil doen. Nou, ik vind wel, als je niet naar school gaat, dan moet je wel iets hebben waar je dan mee bezig bent. Dus niet naar school gaan en dan de hele dag in je bed liggen, series kijken. Zeker niet. Gewoon altijd iets doen. En ook wel, ja, als je niet naar school wil, inderdaad, ja, dan ga je maar gewoon ergens werken. Ongeacht of je daar naar je toekomst voor je ziet of niet. Ga niet de hele dag in je nest liggen. Ja. Ik weet nog, mijn vader zei het vroeger altijd van... Als ze dan in school wilden, ja, dan ga je maar werken. En dan dacht ik, ja, oké. Okay. Ja, is goed. Vond ik alleen maar voordelig, want dan had je en meer geld. En je hoeft niet in school. En werken leek me altijd gewoon ook heel leuk. Ja. Niet meer. Nee, mij ook niet. Nee, ik vind werken heel leuk. Ik ook. Nee, echt. Zo bipolair. Hadden jullie achteraf ook iets anders willen doen voordat jullie een kind kregen? Jij? Ik had bijvoorbeeld wel een wereldreis willen maken. Dat je nu denkt, dat is eigenlijk echt niet te doen. Er zijn mensen die dat met een kind doen, maar dat... Al die verschillende tijdzones en slaapritme, ik ga me daar niet aan wagen. Nee. Nee, ik ben ook bang om dat 1 keer te doen. Precies. Dus dan nu denk ik, ja... Dat had ik eigenlijk nog willen doen, want je gaat nu ook niet zeggen van ik ga 3 maanden op wereldreis. Nee, maar kijk. Piet en ik hebben dat wel echt overwogen, omdat we altijd zeiden, we willen nog een wereldreis maken. Alleen wij dachten echt van ja, hoe groot is de kans met Most Wanted dat we überhaupt een wereldreis gaan maken in de komende 10 jaar? Dat is gewoon niet nieuw. Dus voor ons was een wereldreis, baby of geen baby, toch niet aan de orde. Nee. En het is toch ook net zo leuk om gewoon... meerdere keren per jaar op vakantie te gaan, als je dat kan doen, en dan alsnog die landen te zien. Ja, eens. Ja. Ik denk ook eigenlijk wel, als je echt een wereldreis maakt en je bent bijvoorbeeld 1 jaar weg, dat je ook best wel een soort van daarna ontaard bent, want hoe ziek moet je dan wennen aan het normale leven? Nou, dan gaat geen jaren weg. Nou, maar soms dus wel 1 jaar. Nou, true. Dan ben je 1 jaar helemaal uit het ritme van... Want sommige mensen die doen het gewoon als een soort van sabbatical. En dan daarna moeten gewoon weer de kinderen naar school. Je moet elke dag naar je werk. Die gaan dan helemaal ontsporen, lijkt me. Nou, en bedenk even, hoe fucking veel geld moet je hebben om op wereldreis te gaan? Ja, maar heel veel mensen gaan dan daar werken. Ik hoef niet op wereldreis. Als ik moet werken, dan ga ik niet. Dat jij nu ook gewoon zit te werken. Jij zit nu gewoon te werken. Je zit in je heerlijke autootje met je fantastische vriendin. McDonald's te eten. McDonald's. Ja. Life goals.
Ja, ik vind wel. Ik vind mijn leven echt life goals. Ik ben zo dankbaar voor alles wat ik heb. Echt, ik realiseer me dat meer dan ooit. Hoeveel vrijheid ik heb, hoe fijn ik woon, hoe fijn het is om een auto te hebben. Hoe fijn het is dat ik iedere dag uit kan kiezen wat ik aan wil doen. Als je überhaupt ademhaalt. Ja. Nou, wat goed, schat. Ik vind het leven echt heel leuk. Nu. Ja, niet altijd dat ik dacht van, oh, het leven is fabulous. Vind ik nu wel echt. Nou, is toch geweldig? Ja. Heerlijk. Is toch wat je wil? Zeker. Ik vind het echt koud, hè? Ja, een beetje meer. Wat is jullie grootste blunder op social media? Ik heb er nogal wat. Maar echt. Mijn rug. Ik heb een keer mijn kont op YouTube gezet, blote. Mijn kut ook een keer toen ik uit mijn auto stapte. Dat ik wel gewoon een onderbroek aan. Ik heb een keer een WhatsApp gesprek van jou laten zien, per ongeluk. Ik heb een keer iemand zijn penis gefilmd. Dat werd me ook niet in dank afgenomen. Dat had je expres gedaan, toch? Nee. Ja, het zijn echt, ik heb best wel wat vreselijke blunders gemaakt. Maar goed, als je al 5 jaar je leven documenteert, ja, dan gaat er af en toe wat fout. Sorry. Denken jullie dat het opvoeden van jullie kinderen op dit moment wordt verstoord door corona? Nee, toch? Nee, dat denk ik ook niet. Het lijkt me alleen raar als dit de manier van leven nu forever door blijft gaan. Lijkt het me heel raar voor onze kinderen om altijd 1,5 meter afstand te houden en mondkapjes te dragen. Maar dat heeft niks met hun opvoeding te maken. Maar ik denk wel dat ze de wereld dan heel anders zouden. Stel je voor dat je nu 6 bent. Dat is toch heel of raar. Voor hun is het dan juist zo normaal dat ze er niet over nadenken. Ja. Ik moest daar vanochtend aan denken dat je bent nu helemaal gewend hoe het leven is en inmiddels ook weer dat je niet uit eten kan en zo. Maar eigenlijk als je erover nadenkt is het zo saai nu. Klopt, maar aan de andere kant vind ik het ook. Maar hoe snel je dit als normaal weer voelt? Het is helemaal niet normaal. Nee, dat je niet even ergens een koffie kan drinken. Niet lekker met z'n allen bij elkaar. Iemand zegt geen vraag, maar ik denk dat mukbangs leuker zijn aan tafel en met eten zien. Hamburger! Ja, dat gaat niet. We doen het altijd in de auto. Anders worden we gestoord. Ja, gestoord door onze stoorzenders in ons leven. Dit is onze enige uitweg. We verstoppen ons in de auto. Kunnen Piet en Rob het goed vinden met elkaar? Nee. Rob wel met Piet, Piet niet met Rob. Ik vind het nog steeds wel schattig dat Rob toen met, hoe heet je ook alweer? Dat toen, nadat we die afspraak hadden gehad, dat ze hadden gezegd van, wij zouden wel vrienden met hem kunnen zijn. Oh ja, met Rijn. Ja. Ja, ik weet niet of Rob dat uiteindelijk heeft gelogen, maar dat hij dat gewoon, dat verzint ik dat hij dat gewoon zei om me in te pakken van, nee. Ja, we dachten ook al van, wij kunnen echt vrienden met Piet en Daan zijn. Nee, Piet en Daan kennen Rob via een zakelijke afspraak. Weet ik veel, jaren geleden. Maar meerdere? Ja, meerdere. Jullie kennen elkaar gewoon. En ik wist niks van dat contact af. Ja. Je hebt Robert verborgen gehouden voor mij. Nee, dat is niet waar. Want toen had Rob haar een bericht gestuurd. Van, ik denk dat wij wel een leuke dubbeldate met Daan en Piet kunnen hebben. Ik denk dat wij wel vriendinnen kunnen zijn. Maar dus hij wist, ja, want we hebben het al vaak over gehad. Hij wist dus ook wel dat wij hem heel aardig vonden. Want anders zou je dat echt niet durven te sturen. Want dan weet je dat je kans voor ziekte is. Klopt. Dan ben je echt een freak. Maar goed, ik was toen heel enthousiast. Ik denk dat je anders misschien niet had gereageerd. Nee. Want er zijn zoveel mensen die met jou lekker willen afspreken. Maar ik had hem wel ook geliked. Ik vond het ook een lekkertje. Ja. Zo leuk als ik nu weer denk aan dat begin. Ik vond het toen echt vreselijk. Ik weet nog dat de eerste keer dat ik toen bij hem ging eten. Met die mislukte zoen. Dat ik gelijk Piet en jou belde. Van oh mijn god. Ik ging dus met Robert afspreken. En toen zei Piet tegen mij van,
Je weet dat binnenkort het moment gaat komen waarop hij zeg maar gaat zoenen. Maar dat zit er nu aan te komen. En toen zei ik tegen Piet, nee, bla bla bla. No. Nou, toen dus wel. Toen werd ik helemaal ongemakkelijk. Toen ik meteen in de auto heb ik jullie gebeld van, oh mijn god, Ed! Het is zo awkward! Vertel door eens even in detail. Wat was bij de ouders nog? Ja. Voor ze bij het weggaan. Ja, we gingen dus... ik ging eten bij Rob. Het was gewoon een gezellig dinertje. Maar ik dacht, nou ja... Een goede meid is wel eens voorbereid. Of een verstandige meid. Of whatever. Hoe zeg je dat? Dus je had lekker je condies meegenomen. Ik had een rugtas vol met condooms. En je Brazilian wax gedaan. En de anus gebleekt. Ik had mijn anus gebleached. En ik die kant op. Nee. In een pakje jas erop mee. Nee, ik had dus wel gewoon beetje even... Beetje vader open. Ik had een leuk pakje aangetrokken. Dat doe ik echt nooit. Maar een leuk pakje aan, de hele boel geschoren. En ik dacht, dan doe ik daar overheen een heel degelijk wit blouseje met een jeans. Gewoon van, ik heb niet mijn best gedaan totdat je het uittrekt. Maar goed, dat gebeurde dus niet. Dus we gingen een soort van koken samen. En ik dacht, ja, die trekt me straks op het keukenblad en daar gaan we. Maar dat gebeurde niet. Toen gingen we schaatsen tussendoor. Had een hele planning bedacht. Nu jij dacht, godverdomme. Ja. Gaat het nog gebeuren? Toen gingen we schaatsen. Was heel leuk. Had hij helemaal sokken extra meegenomen. Echt een schatje. Nou, toen gingen we weer terug. Want toen gingen we de rest van het eten nog opeten. En... Oh ja, toen gingen we nog even een sigaretje roken buiten. En toen zag ik hem al deed zo'n beetje zo'n openingetje zoeken. En toen dacht ik ineens, ja, maar hallo. Want ik moest weg naar huis. Want de oppas die had toetsweek. Dus die kon... Niet tot super laat blijven. Dus ik had best wel haast met naar huis gaan. En toen zat hij een beetje zo om me heen te dwalen. Toen zei ik, nou, dan ga ik maar naar de auto. Ja, ja. En toen deed hij zo'n auto en deed ik zo twee van die ongemakkelijke kusjes terug. En toen stapte ik de auto en toen was ik echt helemaal ongemakkelijk. En toen heb je op de deur even op je dildo gezeten. Die had ik maar meegenomen voor het geval dat. Nee, ja, het was heel... Leuk, nu achteraf denk ik. Hoe leuk is dat? Ja, gewoon die spanning. En juist het ongemakkelijke. Klopt, maar de tijd vliegt echt. Want ik heb hem leren kennen in december, januari. En dat is het er gewoon weer bijna. Maar ik heb echt het gevoel dat we gewoon elkaar nog maar net kennen. En alles nog helemaal nieuw is. En ik ben zeg maar echt nog verliefd. Ik ben nog nooit zo lang verliefd in die beginfase geweest, zeg maar. Nou, heerlijk toch? Ja. Lekker zo houden. Ben jij nog verliefd op Piet? Ja, niet meer zo. Ja, niet meer zo. Nee. Ik wil zeggen, niet meer zo dat je constant vlinders hebt. Maar... Zo kinderachtig als vroeger, maar... Precies, en ook niet meer dat je er ongemakkelijk van wordt, juist niet. En dat is eigenlijk ook wel fijn dat je zo erg jezelf kan zijn en... Dat er echt niemand is waarbij je chiller voelt. Maar ja, je hebt ook als je zo lang bij elkaar bent en nu helemaal met een baby. Dat je soms wel echt elkaar even de tent uit kan vechten. En dan denk ik echt, ik haat je. En andere momenten, dan ben ik wel weer echt... Jullie hebben altijd van die vlagen. Soms zitten jullie alleen maar op elkaar te fit. En soms dan zijn jullie echt niet te doen klef. Ze zitten alleen maar aan elkaar. Ga jij niet over klef erin? Echt niet. Jullie kunnen ook echt klef zijn. Ja. Weet je nog in die periode? Dat we dan bij mij op de bank zaten. Dat jullie gewoon eerder naar huis gingen. Omdat jullie jezelf niet konden bedwingen. Ja, wij gaan tenminste nog naar huis. Jij begint gewoon bij mij op de bank. Met je werk. Hoor. En dan stuur je erop gelijk een tikkie. Oeh, ik heb het er helemaal warm van. Ja, dat snap ik wel. Dat is misschien één keer voorgekomen in een 300 avond op de bank. Dat is wel voorgekomen. Hoe vertelden jullie elkaar dat jullie zwanger waren? Ik heb dat filmpje laten zien. Dat is leuk. Oh ja. Maar bij jou wist ik wel dat je de test ging doen. Oh ja? In de ochtend waren we samen. Volgens mij waren wij toen, hadden we het hier gedaan. En toen zei je dat je
een test ging doen. En toen ging je daarna, volgens mij met Femke en Antea, ergens een test doen. Klopt. Dus ja, toen wist ik al, je gaat een test doen. En dan... En had ik je toen gelijk gebeld of zo, ja. Geappt, volgens mij. Ah. Even kijken hoor. Klopt, we hadden 's ochtends hadden we een high tea gehad. Maar ik heb jou natuurlijk 2 keer gezegd. Ja. 1 keer zat je in de auto als FaceTime. En de 2e keer was volgens mij ook echt de dag of zo. Ja, heb je dat wel eens verteld? Dat je 2 keer zwanger bent geweest? Ja. Ja. Kijk wat... Nog één. Dus dat was toen. Oh, want zijn Instagram was dicht. Dus ik ging foto's van hem naar jou sturen. Ja. Oh. Ja. Even kijken hoor. Ik ben er nu bijna. Ik weet nog dat de 2e keer dat ik met Rob afsprak, dat hij toen tegen mij zei. En toen wist ik net dat jij zwanger was. Gaan Piet en Daan niet binnenkort ook beginnen aan kinderen? Zo, ja, weet niet. Ah, oh, ja, hier. Of, Momo, wil jij misschien een beschuitje? Nee. Oh, echt? Nee, echt niet. Nee! Ah. Ja, die truc hadden jullie die eerste keer toch ook gedaan? Dat ik zat en dat Piet dan zei, wil je wat eten? En dan zei ik, ja, dit en dit en dit. En dan ging die beschuit met meisjes maken. Dat was deze. Die andere keer zat je in de auto. Oh ja, op FaceTime. Ja. Klopt inderdaad, ja. Maar toen ging volgens mij echt die dag of die avond naar Ibiza. Ja. Klopt inderdaad, ja. Hij moest laatst wel denken aan dat we op Ibiza, dat Sarah Lizzie toen zo ging krijsen in dat zwembad elke keer. Ja. Dat ze echt niet in het water wilde. Niet in het water gewoon. Hij houdt nu wel echt van het bad. Ja, nu vindt ze het leuk. Die gaat altijd zwemmen en omdraaien. En gaat ze weer zwemmen en omdraaien. Een keer sliep ze ook bij ons. Toen wilde ik er een bad doen. Maar... Ja, vreselijk. Op een gegeven moment dacht ik... Ik ga er niet doorzetten, want straks dan heb ik de kinderbescherming aan de... Want het leek net alsof ik er aan het villen was. Gewoon zo hard te krijgen. Ja, nu wil ze ook nog steeds echt... Ik mag echt haar niet aan maken. Moet je echt zelf doen met haar handjes zo. Als een verlepte kat. Als Marley, zodra die spuit aangaat om zeg maar over zijn hoofd, dan zit hij helemaal... Hij vindt het wel lekker volgens mij. Ja, heerlijk toch? Ik zou het ook wel lekker vinden om door iemand in bad gestopt te worden. Wat is iets wat je vroeger regelmatig deed, maar nu je een kind hebt nooit meer zou doen? Ja, gewoon spontaan naar de bioscoop gaan of zo. Gewoon die kleine dingen. Ja, dit soort dingen. Ja. Gewoon voor nutteloze dingen. Naar elkaar toe gaan. Precies. Wij konden echt zeggen van, ik verveel me, ja kom, we gingen elkaar overhalen. Van, kom jij naar Rotterdam? Nee, kom jij naar Amsterdam? Zeg maar zo. Oh, dan gaan we hier eten. Nee, dan gaan we dit doen. Of blijf dan slapen. Of dan, nu denk ik wel af en toe van, we hadden er zoveel meer uit kunnen halen. Dat je dan gewoon wat vaker spontaan besluit om weg te gaan. Of een weekendje naar Limburg of zo, weet je wel. Dat hoeft niet altijd. Ja, maar dat hebben we wel gedaan. Maar ja, we hebben genoeg dingen gedaan, dat is waar. Geloven jullie in God? Nee, ik ook niet. Goed verhaal. Ja, vorige keer zitten we dit heel lang nog na te praten als het eten lang op is. Nu ook. Ja, dus ik ga nog 1 vraag doen. Denken jullie er ooit weer over om richting Zwijndrecht of Hendrik Ido Ambacht te verhuizen? Zekers. Ik niet. Nee. Helaas. Nee. Het lijkt me echt gezellig als we lekker bij elkaar in de buurt wonen. Dat lijkt me ook super gezellig. Maar ik zal gewoon echt... Eerst dacht ik altijd, ik wil het wel. Want ik heb een hele fijne jeugd gehad. Dus ik denk dat mijn kinderen dat dan ook kunnen hebben. Maar ik moest er niet aan denken. Gewoon dat je dan daar echt forever woont. Nee, gewoon meer van... Nou, het is wel... Het is gewoon niet mijn leven. Ik had daar met Piet over van... Het is nu wel, zeg maar, als je daar nu naartoe gaat... Dan moet je daar zo lang blijven. Want je gaat niet halverwege als hij op de basisschool zit. Nee. Nee.
Dat heb ik nu ook. Ik heb nu inderdaad zoiets van, ik moet binnen nu en 2 jaar echt gaan beslissen waar we gaan wonen. Want de komende 8 jaar wil ik Sarah liever niet van basisschool laten wisselen. Dus ja, waar gaat het dan zijn? Lijkt me zo zielig als ze dan van basisschool moet wisselen. Ja, dat wil je niet. Dus ja, ik... Nee, mij lijkt het, maar ja, jij bent ook wat anders daarin dan ik. Nou, en ik denk ook, jij hebt al een stap gemaakt, want Vinkeveen is ook best wel een dorp. Ja. Dus kijk, ik kan me gewoon niet zo goed voorstellen dat je in een willekeurig ander dorpje gaat wonen. Ja. Wat je dan niet kent. Maar ja, jij hebt het al gedaan. Dus dan, jij denkt, ja boeien, het is toch, en je hebt daar prima naar je zin. Ja. Ja, maar... Ik moet wel zeggen, we hebben het wel vaak over die kant op, want het is daar wel echt zo fucking mooi. Ja. En lekker met natuur en zo, want Zwijndrecht is natuurlijk best wel... In bebouwd of zo. Ja, niet dat je denkt van, oh wat is het hier, een prachtig, gezellig, leuk, geweldig dorp. Of dat je denkt van, kom we gaan even goed, leuk stuk wandelen. Dat kan echt nergens daar. Nou, dan moet je over de dijk gaan wandelen. Ja. Ze is ook lekker gefliekt. Gefliekt? Nou, ze heeft helemaal de haar in de krul en helemaal make-up op achter de kinderwagen. Dus dat kind is niet oud, ik vind het knap. Zo loop ik er niet bij hoor, in de ochtend. Ja. Ja, je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Nou, meidje. Ik heb het idee dat hij vandaag korter is. Ja, heel kort. Ja, ook wel een beetje lekkerder met de edit. Het duurt een partij en het duurt. Schat. Nee, ik vind het heel leuk. Ik vind het echt allerleuks om te doen. Dus volgende week weer lekker een mukbangetje. Zo leuk, we hebben er gewoon al 4 opgenomen. Zo, inderdaad. De tijd gaat zo snel. Normaal, hè? Echt niet normaal. En volgende week moeten we ook echt even weer iets lekkers gaan eten. Ja. McDonald's is eigenlijk gewoon echt voor als we niet weten wat we gaan eten. Ja, het want kwam er is, even zo uit. Ja, er is zoveel te bestellen en te doen en te halen. En juist leuk nu in de tijd dat de horeca dicht is om dan... Zullen we het een keer met Rob en Piet erbij doen? Ja, ik vind dat dus heel leuk. En ik vraag ook altijd aan Rob van, wil je alsjeblieft met mij een video opnemen? Maar... Hij vindt het nog een beetje eng, heb ik het idee. Maar misschien met z'n vieren vindt hij het minder eng. En misschien kunnen we zaterdag krijgt wel... hij er toch geen woord tussen. Ja, dan hoeft hij niks te zeggen. Misschien kunnen we zaterdag met z'n allen een Van Dobbe bestelling doen. En dat dan mukbangen. Ook leuk. Ja, misschien dat we Rob en Piet wel voor ons karretje gaan spannen. Hoe leuk als ze hem samen zouden doen. Dat ik dat kan uploaden. Ja. Dat zouden ze helemaal niet doen. Dat zouden ze zo kut vinden. Maar dan zouden wij ze vragen moeten stellen. Ja, dan gaan we ze interviewen. Ja. Wat vind je van ons? Hoeveel hou je van mij? Ja. Leuke dilemma's. Kut of kont? Oké, nou. Oh. Niveau stagneert. Bedankt voor het kijken, jongens. En tot volgende week weer. Doei!